Achtervolging Audi A6 van de politie. Wim, Maus C, rij mijn rijbewijs van de zin. U gaat met een taser op mij schieten, dat is niet handig. Au, dit doet ook pijn, denk ik. Ik ben klaar met mijn leven, ik ga het snel beëindigen. Oké, dat gaan we dus even niet doen. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor. En vandaag ga ik op pad met deze dikke Toyota Land Cruiser. Gemaakt door, een momentje, dat laat ik zo weten. In ieder geval, Toyota Land Cruiser dus. Ze mogen officieel de straat niet op. Dus daarom dacht ik, ik pak hem lekker. Ja, super dik van de Koninklijke Mercedes. Niet helemaal onopvallend, want er staat natuurlijk wel een logo op. Kleur is mat zwart. Credits gaan naar Jesly van Heumots. Shoutout naar mijn grote Mattie. Ja, dit is hem dus. Je hebt ook nog eentje zonder Marge C logo, geloof ik. En ik meen dat ze ook gepanzerd zijn. Maar dat weet ik niet zeker. Wat hebben we vandaag bij ons? Een Glock 17 en een SMG, oftewel MP5, geloof ik. De skin doet daarvan een beetje raar soms. Dat valt jullie dadelijk wel op. Opeens doet hij een beetje switchen van skin. Maar goed, ik weet dus niet precies hoe het zit. Ik weet dat er een niveau 1 is, een niveau 2, BSB en zo. Wat wij vandaag zijn is geloof ik gewoon, we zijn gewoon lekker alles in één, behalve BSB dan. Ja, dit is inmiddels, we hebben geen stop, geen volgen, alleen blauw. En schreeuw natuurlijk. Dus laten we vertrekken. Waar gaan we vandaag allemaal naartoe? Naar van alles en nog wat. We zien het wel, wat de dienst ons brengt. Doen wat voertuigcontroles van voertuigen die hier over het vliegveld, of in ieder geval op vliegveldgebied rijden. Zo van voor ziet het natuurlijk niet echt uit als een Marsje C-voertuig. Deze is niet verzekerd. Wacht even, nou, dit gaat weer helemaal fout. Maar waarom kan ik geen stopteken geven? Oh, nu wel. Voertuig is niet verzekerd. Die persoon gaan we even aanspreken daarop. Goedendag. Marius Stey. Geef voor mij een rijbewijs, meneer. Dank u wel. De reden van de staande houding is dat we u kenteken even controleren. Het voertuig staat niet op voor, is niet verzekerd. Dus ja, daar krijgt u wel een keur voor. En ik weet even... Oh nee, shit, stop, blijf hier. Stop. Oh, uit. Ja, nu kan ik helemaal niks. Het gaat wel heel fout. Je kunt via hier ook geen bekeuring geven. Ja, gaat helemaal fout. In ieder geval, het voertuig mag dus niet verder rijden. Dat betekent dat ik hem weer afslepen. En dat jij de eerste beste taxi mag pakken. Hier op het vliegveldgebied genoeg taxis, ook bussen rijden hier, dus dat is het probleem niet echt. Ik wil hem een bekeuring geven en bij de bekeuring komt geloof ik automatisch dan seize vehicle, dus in beslagname voertuig. Bekeuring krijg je thuisgestuurd, ik heb je gegevens en ik wens je ondanks alles nog een hele fijne dag. Ja, ging soepel. Nogmaals, deze voertuigen mogen de straat niet meer op. Daar was laatst een nieuwsbericht over. Ze hebben er 18, geloof ik. En 18 nieuwe Marge C voertuigen mogen niet meer de straat op. Ja, waarom precies, weet ik niet. Ze zijn geloof ik onveilig. Dan ga ik vandaag het tegendeel bewijzen dat ze gewoon super veilig zijn. Maar ja. Dat dus. Toch wilde ik... Ik wil echt oprecht... al heel lang ermee opnemen, dat heb ik ook al gezegd in een video laatst. Toen zei ik nog van ik ga iets proberen te regelen, ik weet niet of het lukt. Nou, dat was dus deze auto. En op die dag kwam geloof ik een nieuwsbericht van hey, ze mogen niet meer de straat op. Die lichtgrijze die daar naar rechts gaat, heb ik gecontroleerd. Gaat nu naar links. Niks aan de hand.
Het voertuig gestolen van ons. Mogelijk van de brandweer of zo van rijdt alsjeblieft prio 1. Schiphol brandweer of Rotterdam Airport brandweer. En die wordt hier gestolen op het vliegveld. Of die is er gestolen. Super. Rij even door. Dankjewel. Het is een ambus het hoor. Ah nee, een Audi. Een Audi A6. Wat komt die nou op het vliegveld doen? Oh, hij rijdt over de landingsbaan, opstekbaan, alles. OPS, graag. Luchtverkeer sluiten. Is het een woord luchtverkeer? Ja. Achtervolging Audi A6 van de politie. Ja, eentje steeds kans sowieso op. Een collega vraagt om assistentie. Nogmaals, luchtverkeer sluiten. Geen vliegtuigen die dadelijk op een op ons dak landen. Rijdt alsjeblieft prio 1. 12.50, kom eraan. Ik weet niet hoe die hem heeft kunnen stelen. Kan die Audi oprecht mij nou gewoon, hoe kan dit? Ik heb mijn stuur vol naar links, joh. Zo'n hele dikke Toyota kan toch wel zijn Audi aan. Ja, op lange afstand rijdt hij me dan natuurlijk eruit. Uitstappen, stoppen, kom op. Oké, één band in ieder geval lek geschoten. We willen deze man zo snel mogelijk arresteren en voorkomen dat hij verdere schade et cetera toebrengt hier op het vliegveld. Want het is natuurlijk wel miljoenen wat dit kost, omdat geen enkel vliegtuig mag opstijgen en of landen. Blijf gewoon over de landingsbanen heen rijden. Landingsbaan 3 is op dit moment de gelukkige. Of ja, hoe heet ze nou? Want een landingsbaan is, ja, dat wordt ook gebruikt voor opstijgen. Dan krijg je dat gemierenneuk weer. Wat is een algemeen woord daarvoor? Vliegtuigbaan. Nee, dat is het niet, maar... Runway. Zo, dat was een harde klap. Nogmaals uitstappen, handen omhoog houden. Handen omhoog. Geen rare dingen doen, op je knieën. Blijven zitten zo. Als je bent aangehouden. Handen op je rug. OPS, één verdachte aangehouden. Heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? Ik hoef deze deur niet open. Mag ik nog even omdraaien, wat heb je voorhoofd, joh? Ja, wat is dat? Een schotwond in zijn voorhoofd. Oh, bijzonder. Oké, hij had verder geen verboden dingen bij. Eén collega vraagt om assistentie. Graag een transport takelwagen. Graag een takelwagen voor de Audi en een transport voor de beste man. En dan willen we zo snel mogelijk weg. Dat is verhoord. Ja, natuurlijk op het vliegveld komen alsnog. Ja, ik wil een transportje voor de politieauto. Natuurlijk komen er alleen maar politiecollega's, omdat deze auto staat op sheriff. En sheriff spant hier niet. Dus de collega's die je ziet komen, zijn altijd politiecollega's. En dus geen marechaussee-collega's. Natuurlijk had deze achtervolging eigenlijk vooral moeten zijn met alleen maar marechaussee. Maar ja, nogmaals, die komen dus niet. Omdat deze auto zo mooi is, wil ik hem wel fixen en weer cleanen. Dan gaan we weer met een schone en mooie auto op pad. Dispatch calling unit
persoon die is gespot hier. Even kijken dan. Oké, die gaat er via die weg vandoor. Nou, even afsnijden. En als ik naast deze auto kijk, dan kan die dat ook wel heel goed. Even door de bosjes en zo. Waarom loopt hier in een straatje? Dit moet geen probleem zijn voor zijn auto. Er is een persoon die is, ik neem aan tot in het echt gewoon het vliegveld vol hangt met ANPR camera's. Rondom vliegveld, dus ik neem aan dat alles en iedereen die binnenrijdt wordt gezien. En als je bijvoorbeeld nog wordt gezocht en je rijdt toch rond vliegveldgebied, dan is dat al heel snel bekend en staat er al heel snel heel veel Marge C om je heen. Dus zo ook nu kwam er een voertuig het vliegveldgebied op of afrijden. Die nog wordt gezocht, de persoon, de eigenaar van het voertuig wordt nog gezocht, dat betekent niet dat die ook in het voertuig zit. En die zou hier in deze richting rijden, dus die gaan we namelijk eens aan de kant zetten, even aanspreken. Hij wordt gezocht voor een agressiviteit bij een verkeersruzie. Dus het kan zijn dat hij heeft gevochten en er vandoor is gegaan, of zelfs een wapen heeft getrokken. Dat kan ik niet zien. Dus we gaan niet te zwaar meteen handelen, we gaan hem gewoon eens aan de kant zetten, verhaal horen en niet meteen met getrokken wapens en zo. Even aan deze kant staan, zitten er meerdere personen in het voertuig, nee, er zit één persoon in het voertuig. Goedendag meneer. Hi. Wim, Marge C, rij mijn rijbewijs van de zin, u gaat met een taser op mij schieten, dat is niet handig. Oh, dit doet pijn, denk ik. OPS achtervolging, we gaan meteen politiegebied in, dus graag sowieso wat eenheidjes erbij. Bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Hij is wapengevaarlijk, het is geen vuurwapen, denk ik. Hij is wel, ja, hoe heet dat eigenlijk? Hij is een gevaarlijke verdachte. Normaal zeg je vuurwapen gevaarlijk. Maar nu is het een wapengevaarlijke verdachte, want hij heeft een taser. Dus let er maar op, hij is niet bang om te gebruiken. Uitstappen, handen omhoog, omhoog. Op knieën. Elke dagverweging zal er geschoten worden met een taser. Wat ik kan, wat jij kan, kan ik ook. Ik vind het wel overdreven om te schieten als hij een taser of zo trekt. En luister eens, je bent aangehouden, verboden wapenbezit, het mishandelen, poging, ja, weet ik voor wat het is, in ieder geval mij taseren, dan vandoor gaan en je wordt sowieso nog gezocht, dus het komt er allemaal bij. Ik ga je fouilleren voor mijn veiligheid en van mijn collega's. Die taser, waar ligt die? Een collega vraagt om assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in... 12:05, ik ben onderweg. Blijf daar staan. Dat is gehoord. Waar heb je die taser gelaten? In nog een zakmes. We have citizens reporting a person carrying an explosive in Little Seoul. Nou, die taser die is... Ik kan hem natuurlijk op de bijrijdersstoel leggen. Ja, OPS, ik ga meteen die kant op. We zijn gevraagd in het politiegebied. Waar gaat die transport heen en nou in? Zo. In het politiegebied, daar is assistentie gevraagd van de Marge C. Daar loopt namelijk iemand met een bom. Gezien wij onze MP5 bij hebben, kunnen wij daar eventueel wel iets betekenen. Ik ken de melding. Maar ik ga hem toch aanpakken hoe je normaal het zou aanpakken als je ziet dat iemand met een bom over straat loopt. De melding verwacht namelijk van mij dat ik heel vriendelijk met die persoon in contact ga van hé, waarom loop je met een bom joh? Maar ik ga hem toch wat anders aanpakken denk ik. De transporteenheid komt nu deze kant op. Neemt die auto mee. Toeran gaat rijden. Oh, dat scheelt heel weinig. Nee, toch nog raak. En ik ga rijden. Altijd handig. Ja, let nou op mensen, rechtsvrij. Hij loopt daar boven, dus we zouden eigenlijk moeten zien kunnen aankomen met blauw. Dus we gaan even blauw eraf halen. Stoepje meenemen, tankstation meenemen, hoppa. V6
ga het niet letterlijk meenemen. Meenemen zou zijn, dat we er tegenaan rijden en alles gewoon meesleuren. Oh, hij loopt op het station. Oh, die heeft een nanobom vast. Goedag. Laat even je handen zien. Laat even je handen zien. Gewoon laten zien. Oké, geen rare dingen doen. Hey, hoe gaat het ermee? Niet goed, ik heb een bom in mijn handen. Ja, dat zie ik. Dus ik wil ook dat je geen rare dingen doet. Wat ga je met die bom doen? Ik ben klaar met mijn leven. Ik ga het snel beëindigen. Oké, dat gaan we dus even niet doen. OC, OC, OPS, spoedassistentie. Ik kom met spoed een eenheid deze kant op. Heel veel eenheden. Handen omhoog. Omhoog. Iedereen weg hier. Omhoog die handen. Laat dat ding vallen. Rustig, niet te snel laten vallen. Heel goed. Liggen. Oké. Ik ga naderen, je gaat geen rare dingen doen, vriend. Ook al hoort hij me niet. Even verdachte aanhouden. Hij hield hem omhoog. Ik dacht, hij gaat hem gooien. En dat ben ik, daar ben ik niet van gediend. Ik denk dat jullie daar ook niet gediend van zouden zijn. Ik ga je meenemen. Officieel... Ja, weet je wat moeilijk is? Kijk, ik heb nu gewoon een schotwond ter hoogte van zijn... hart en longen en ter hoogte van nou misschien wat belangrijke slagaders, maar hij staat nog, dus ik kan geen ambulance voor hem vragen. Dus dat, ja, dat nogmaals, dat kan ik dus niet doen, dus dat doe ik ook niet. Want dan komt die ambulance hier aan en dan rijdt hij meteen maar weg. Oeh, vuurwapen, heel veel stikje of een meerdere stickybombs had hij en een machete, is een mes, zo'n kapmes. Goed, ik denk dat dit een mooie aanhouding is. We zijn OPS, sorry, net OPC. Ja, OPS is het geloof ik officieel, hè. Een collega aangereden, of een vrouw of een man. Ga je doen, transportje deze kant op, voor de beste manier. Nou, mooie titel dan weer, hè. Ja, ja, natuurlijk, je moet toch aan titels denken. Ik denk dat het namelijk... Als ik eerlijk ben, dan moeten jullie ook eens eerlijk zijn, tot het qua clickbait bij mij nog best meevalt. Denk ik. Maar dat kan ook tot ik gewoon... Tot ik dat wel vind en jullie denken van, ja, je bent de grootste clickbaiter van heel Nederland. Maar denk als je kijkt naar Gio en naar Enzo Knol en zo, daar zit echt zoveel clickbait elke video in. Ik zie alleen maar met zijn vriendin van Gio weer, dit is onze allereerste keer. Ik heb de video niet gezien. Maar ik weet toch dat het absoluut niet gaat over hetgene waar iedereen aan denkt. Het zal wel weer zijn zijn allereerste keer zwemmen in Bali of zo. Dat soort onzin. Want ik geloof dat ik naar Bali ging. Maar goed, hè, als de likes en de views er komen. Dit is gewoon een feit, zal ik maar zeggen. Ja, tuurlijk, dat is ook een feit. Dat ze de allereerste keer gingen zwemmen waarschijnlijk of zo. Of wat het ook was. Hè. Maar goed, dit is... zeker een feit en dat wordt een beetje verdraaid. We gaan door naar de laatste melding van vandaag. En dat is... gewoon een druk even op de X. We gaan het horen. Wat gaat er komen? Tudutut. Politiestation, politiebureau wel aangevallen. Misschien kan dat ook wel een titel zijn voor de video. Schoten gelost, meerdere agenten zijn gewond. Mexicaanse gang. Is een politiebureau aan het aanvallen. En als de marechaussee daar kan helpen, gaan we natuurlijk helpen daar. Politie, brandweer, ambulance, status zo te zien allemaal al. Oh, nee, dat is natuurlijk... Ja, dat is wel de brandweer, maar dat wordt gezien als riot. Hoe kom ik hier langs? Collega's, volgen. Samen met de BSB gaan we een inval doen. Ik weet niet waar ik naar binnen moet. Zo, tyfus. Veel aan, jongens. Collega neer.
Waar kijken we naar? Waar kijken we naar? Met wie? Op wie wordt er geschoten? Op wie wordt er geschoten? Ik zie niks. Fuck, wie schiet hier? Hallo. Wordt vanaf het dak geschoten ofzo? Lange de vuurlijnen jongens. Dit gaat helemaal nergens over. Er staat nog iemand op het dak. Ik zie het niet. Hij heeft geen kans om op te staan of wij worden weer geraakt. Officieel mag je geloof ik alleen je vuurwapen in zo vastklikken dat je maar één kogel per keer afschiet. Als je daar een script voor hebt dat ik dat kan instellen, dan laat het me maar even weten. Oké, dat heeft geen zin. Ik werd van een kant beschoten, ik weet niet van waar, ik werd beschoten. Shit, waar? Hier achter? Ik sta hier helemaal niet veilig. Dit is echt mijn grootste vuurgevecht tot nu toe. Eentje neer. Ze hebben gewoon het hele politie verloren. Daar ligt nog steeds een collega zwaar gewond op de grond. Weer eentje neer. Hier op de parkeerplaats achter mij staat nog een, geloof ik. Oh, dat is lekker. Ik ben steeds naar binnen, geloof ik. Ik ben ergens met een shotgun in mijn zij of zo. Ik ben naar binnen, ja. Je, nou. Van deze kant wordt ook nog geschoten. Horen. Wie is dat? Collega. Kikaboom, motherfucker. We gaan gewoon, daar staat er nog eentje. Oh. Stop dan. Waar ben je? Stop dan. Oh. Schiet hem neer. Zo. Jongens, stop met schieten, alles onder controle. Wim heeft het allemaal onder controle. Unos, dos, oeh, wat een mooi wapen. Dus, hallo, kikaboe, niemand. Ik graag een ambulancetje deze kant op, dankjewel. En een brandvrouw toe. Laat hem maar mee komen, want dit wordt een flinke EHBO-klus. Wat nog schoon. Zou je nu doodgaan? Dat zou grappig zijn, hè? Heb je alles overleefd? Een vliegje van een kwaad. Brandweerwagen is aanrijden. Wie en waar schieten we over? Jongens, iedereen is neer, hoor. Oké, ja, wat gaan we doen? Ik zie jullie zo meteen. Ik ga, oh, ik ben zwaar gewond, joh. Ik ga namelijk even afwachten op het bericht hoeveel gewonden er uiteindelijk waren. Ik denk dat dat wel leuk is om te zien. Nou, dit duurt me allemaal te lang. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de video beëindigen, was ik sowieso van plan. Maar qua ambulance hulpverlening zijn die echt nog wel even bezig. Dus daar ga ik niet wachten als jullie het niet erg vinden. In ieder geval heel veel slachtoffers. Als jij ze hebt geteld, mag je het in de comments laten weten. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke video vond. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Ik zeg het tot dan. Doei.